zijn weer thuis. Het is weer zo laat, we zijn weer thuis. Vast als een huis staat waar het op staat. We zijn weer thuis om ons naar buiten te gaan. En het past in elke straat geen steen te laten staan. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. En waar het op slaat, we weten wel weer welke kant het op gaat. We zijn weer thuis, het is weer raak, het is weer feest of er nooit. Hey, hallo allemaal. Leuk dat jullie er weer zijn. Wij zijn weer sinds gisteren terug in de Ermelo. Helemaal leuk weer op ons eigen plekje nadat we een maand hebben opgepast in Hilversum. Heel blij dat we hier weer zijn. Een stukje kouder, maar wel weer lekker knus. Dus. Nou, veel plezier met de vlog. Door consuminderen zijn we ook bewuster geworden van hergebruik. In Hongarije is het aanbod van tweedehands te koop of gratis niet zoals in Nederland. Daar moet je ook nog echt betalen voor tweedehands spullen. Momenteel struin ik marktplaats af voor gratis spullen die we dit jaar kunnen meenemen naar Hongarije. Zo heb ik gratis weten op te halen partij laminaat, een lichtstoel voor bij het zwembadterras, pellethout om mee te klussen, ventilator, kickboxzak, dat was de wens van Natasja, powangstoel, tennistafeltafel, twee salontafeltjes met twee stoeltjes. En ik zoek alles in een gebied van 15 kilometer. Sinds vorig jaar hebben we een tweedehands Mercedes Vito-busje aangeschaft en om laten bouwen tot een campervan. Deze investering van ongeveer 3000 euro was het meer dan waard. Na wat proefkamperen werd hij vorig jaar dan ook als bus voor spullen gebruikt om mee te nemen naar Hongarije. Met hulp van onze oude buurman Gerard met inpakken en de tweedehands Imperiaal van Marktplaats kon ik er veel spullen mee vervoeren. Vanuit ons adres in Hongarije hebben we diverse mini-vakanties gehouden met de Noet, zowel in Hongarije als in Slowakije. Met onze overnachting bij het Balatonmeer hadden we heel slecht weer en beschikten we nog niet over een bustent. Later in het jaar kochten we via Marktplaats een mooie bustent die we gebruikten voor diverse uitstapjes bij de Hoge Tatra in Slowakije. Met de bustent is onze camperbus compleet. Het zwembad was na de winter stuk gegaan. In verband met onderhoud wilden we het zwembad niet aanhouden, maar voor dit jaar voor vrienden en familie nog wel die langs zouden komen. Als alternatief schaften we een Best Way opzet zwembad aan. Nou, hij staat, maar eerste laagje water ga ik nou in doen. We zijn er bijna klaar voor hier. Zwembadje. Ik heb zojuist deel van de heg verwijderd. Want zometeen komt er een vrachtwagen met bouwafval van de koop. Ik heb de mannen gesproken die net vandaag waren begonnen om het weer verder af te breken. En als het goed is gaat hij dat hier helemaal vol storten. En voor 100 euro. Nou ja, dat krijg ik niet goedkoper. Komt het vuil voor de zwembad. Ze zeiden, geef me 10 minuten. Ja, het is een half uur geworden, maar dan nog vind ik het razendsnel. Wauw. Best spannend.
dit was de oude supermarkt. Verplaatst zich in de oude zwembad van op ons adres. Hij heeft zich nu vastgezet. En dan, nou, ben wel benieuwd. Ah, shit. Poging 3, maar nu met een ijzerdraad. De eindstand is een goed gevulde zwembad en een ravaatje op de zonneweide en nog hersteluitdagingen. Maar dat geeft niet, het grootste werk is verricht en nu moeten we zorgen dat we tuingaarden er bovenop laten doen. Daar komt Ingrid aan. Welkom en bienvenue. Welkom. Tadaa! Wauw. Oh, in één goede draai, hè? Gaat goed. Hiha! Zo, gearriveerd. Ik dacht echt, ik kom er niet. Oh. Echt in the middle of nowhere. Ja. We zijn nu in de Slovaakse grot. We zijn net begonnen met de tour. Schitterend, dit stromende water in de grot. Echt fantastisch dit. Deze grot schijnt de grootste van Slowakije te zijn. En we hebben een vriendelijke Slovaakse man die ons iedere keer even in het Engels bijpraat. Want de gids zelf praat geen Engels. We moeten wachten op de volgende boot. Maar de eerste twee bootjes die zijn vertrokken.
do-it-yourself schommelsysteem is in werking gesteld. Ingrid, laatste avond. Jee, dankjewel. Cheers. Jij bedankt. Super gezellig. Super. Ja. Heel erg tof. Santé. Santé. Dag Ingrid. Dankjewel voor alles. Goede reis. Doei doei. Wat een bikkele, hè, powervrouw. Met zo'n ding even op pad. Naar landen waar je nog niet eerder bent geweest. Ja, jullie hebben het gehaald! Yeehaw! Hey, wat leuk! Perfect! Tidak bisa kamu berbakti padamu tanpa harapan-harapan. Hopelessly devoted to you. Cintaku, cintaku, aku keluar dari to you. God.
dames gaan nu vertrekken. Thunder! All through the night! Een stukje van de Sugabella in het Slovaaks paradijs, Nationaal Park Slovaaks Paradijs. Eigenlijk ga ik deze morgen in mijn eentje doen, omdat het echt hele steile stukken zijn die voor Natas te eng zijn. Maar ja, het is einde dag. We denken, laten we even een wandeling nemen. Het loket is al dicht of open. In ieder geval, we hoeven niet meer te betalen. Dus ik zeg tegen Natas, laten we kijken hoe ver we komen. Nou, we hebben trappetje 2 achter de rug. Maar het volgende dilemma is het water. Gaan we er wat mee doen? Natas is nog even aan het nadenken. Je fixt het gewoon, Tassie. Soepie. Uitdagend water om in te willen springen. We gaan weer over trappetjes heen. Laatste trappetje. Ik zit hier op een veilige reling. En ik kom helemaal daar vandaan. Om de hoek is de plek waar ik met Natas eergisteren nog ben geweest. De Sugabella. Slowakije. Daar in de vette, wij een campertje met voortent. Ik ga even naar de beer garden. Dat is de sauna. Oh, ik heb gewoon zin om in het water te gaan. Ja, geweldig dit. Ah, ik ben wel een beetje verliefd op Slowakije. Daar moet ik heen. En ik weet niet hoe lang ik nog moet lopen. Een uur, anderhalf naar de Chata, de herberg in de bergen. Weer lekker vredig in de bergen. Het is 2:06. Ik heb 5 uur gelopen, 15,8 kilometer gewandeld
Ik ben eigenlijk al een beetje naar de vaantjes. Maar goed, waar doen we het alweer voor? Voor deze mooie natuur. Ik ga straks terug. Of zo terug. En dan is het wat 3,5 uur voordat ik bij het skiliftenstation ben. In Lomnica. Dus... ook al is het niet blauw, het is al indrukwekkend hier. Oh, dit is echt niet mijn ding eigenlijk. Ik vind dit best wel eng. Maar het is ook wel heel mooi. Dus ik ga me nou een dagje trakteren om met de lift helemaal naar boven te gaan. Althans het station wat in de verte is. En dan kan ik nog één stukje omhoog naar een andere plek. Niet naar de top. En dan ga ik kijken of ik boven kan wandelen. Of even in ieder geval op mijn gemak genieten van de natuur. Kussen hem. Kussen hem. Velsotelicus. Dit is burgemeester István Orohodsky van Velsotelicus. In Hongarije staat de voornaam achter de achternaam. Het is dan Orohodsky István. De burgemeester is een zeer betrokken man in het dorp, zoals ik zelf al kon zien na de stormschade in het dorp. Verder is de burgemeester een fervent jager en gelovig man. Zo woont hij ook vaak de kerkdienst bij in de katholieke kerk in ons dorp. Sinds een aantal jaren heeft hij een huidziekte waardoor zijn linkerwang deels verlamd is. In de eerste weken van mijn aankomst heb ik met hem kennis gemaakt. Met Google Translate onderhielden we een eenvoudig gesprekje waarbij ik wat zinnen al had voorbereid. Toen Natasja er was, zijn we samen langs geweest om kennis te maken. Hij liet weten dat we welkom waren in het dorp. Met onze buurvrouw Margot kregen we al snel een band. Zo liet ze foto's zien van haarzelf en mochten we in haar huis een kijkje nemen. Hier zie je onze buurvrouw water halen bij de waterkraan in de straat. Zoals velen in het dorp heeft Margot in huis geen wateraansluiting. Elke dorpeling kan daarom water tappen uit de blauwe kranen. Margot strompelt al sinds we haar hebben leren kennen in 2022. Op 11 oktober 2023 is ze na anderhalf jaar eindelijk geopereerd aan haar knie. In al die tijd heeft ze met heel veel pijn gelopen. Ondanks haar pijn is ze altijd optimistisch en haalt ze haar troost en geluk uit zingen. Zingen is haar lust en haar leven. Zo zingt ze in het dameskoor van Velsotelicus. Dit koor treedt op in het hele land en winnen inmiddels prijzen bij zangkoorwedstrijden. Ook is ze zeer actief in de kerk. Bij ons komt ze vaak langs met zelfgemaakte lekkernijen. Buurvrouw Margot komt langs. Heeft dit voor me gemaakt. Is nog warm. Ik weet niet wat het is. Gaat voor deze proef. Met haar vriendin Ersie is ze in mei 2023 langsgekomen. En aten ze voor het eerst gado gado die we gemaakt hadden. Dankzij Google Translate kunnen we veel gesprekjes voeren. Wat soms de nodige hilariteit bezorgt.
Orehocki István. Orehocki István. Onze burgemeester heet Orehocki István. Orehocki István. Ben Natasha. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Ze bedankt je. Doei. Pussy. 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 Natasha, groetjes. Pussy. Pussy. Hallo. We wachten tot jij die hek dicht hebt en dan rijden we weg. Oh, serieus? Ja. Tuurlijk. Oh, maar ik denk ik film je. Nee, ja, we gaan filmen en dan rij ik terug en dan doe je die hek dicht. Oh!